Tot zover Mart Smeets vanuit Brno. Dan het voetbalnieuws van vanavond. Voor de eerste divisie werd de wedstrijd DS79 Cambuur uitgespeeld nadat hij 2 weken geleden werd afgebroken door een onvolkomenheid aan de Dordtse lichtinstallatie. In de nu gespeelde tweede helft bleef de stand ongewijzigd 0-0. Nederland B speelde in Doetinchem tegen Zwitserland B en won met 4-1. De Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Kees Schapendonk, 3 stuks, en Frans Adelaar. Dan is de strijd voor de kwalificatie voor het toernooi om het wereldkampioenschap weer losgebarsten. Zij het dat de kansrijke landen pas volgende week, als ook Nederland tegen Ierland speelt, in actie komen. Voor groep 1 won Finland met 2-1 van Albanië. Dat brengt dan de volgende tussenstand op het bord. Oostenrijk en West-Duitsland als koplopers, dan Bulgarije, Albanië en Finland. De West-Duitsers, die zich in deze groep al zo goed als zeker weten van plaatsing voor Spanje, speelden vanavond vriendschappelijk in Grudzow tegen Polen. West-Duitsland won na een ruststand van 0-0 met 0-2. De doelpunten waren van Fischer en Rummenigge. Ja, en dan gaan we nu over naar judo, want morgen beginnen in Maastricht de wereldkampioenschappen. Paul Reumer en Pierre Zende maakten voor u, maar ook alle andere Eurovisielanden, de volgende impressie. Dit is Maastricht, waar morgen, vrijdag, zaterdag en zondag de wereldkampioenschappen judo worden gehouden. Deze stad, een van de oudste steden van Nederland, is deze dagen de gastheer voor 275 judoka's. Een gelijk aantal officials, begeleid door ruim 200 journalisten uit meer dan 60 landen. Vanaf de Maas een blik op de Sint-Servaasbrug, daterend uit de 12e eeuw. De volledig gerestaureerde stadswal, die reeds in 1229 de Maastrichtse burgers bescherming bood tegen de aanvallen van buitenaf. Ook dit is een stukje Maastricht dat echter de Japanse judoka's sterk deed denken aan hun thuisland. De helpoort vroeger hoofdzakelijk in gebruik om de zieken naar het buiten de stadswallen gelegen pesthuis te brengen. Tegenwoordig alleen maar de toeristen. Een laatste blik in vogelvlucht vanaf de toren van het stadhuis brengt ons naar de hal aan de oever van de Maas. Het centrale zenuwstelsel van deze wereldkampioenschappen vormen de 2 computers waarin opgeslagen alle gegevens van wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. In enkele seconden kan een journalist gegevens oproepen van de ingeschreven judoka's. Dit is bijvoorbeeld het Japanse team. Het Japanse team in levende lijven tijdens de training in de Maastrichtse sportschool gelegen in de Sint-Bernardusstraat. Yamashita Osotogari aan de buitenkant een beenveer. Daigo, 2 keer Japans kampioen, en Sato, wereldkampioen, trainer van de Japanners, rechts in uw beeld. En hij is nog stevig bezig met de ploeg die morgen op de mat komt. Met deze man, Yamashita, 5 keer kampioen van Japan achter elkaar, 24 jaar.
En mijn Japanse collega van de Japanse televisie, Ojiro, vroeg hem hoe het was met zijn conditie. Die conditie was prima. Mentaal was hij erg sterk, zei hij. Zenuwachtig. Daarna antwoordde hij: twee keer goud, dan ben je een echte kampioen. Ik begin ermee morgen in de klasse, boven 95 kilogram. En dat is het moeilijkste, want die eerste gouden medaille geeft je moed voor de klasse, alle categorieën. Hij is zeer populair in Japan. En ook deze uitzending werd uitgezonden in Japan. De Nederlandse judoka's, rustig in voorbereiding, in dezelfde sportschool. In de middaguren, Willy Wilhelm probeert een armklem, ligt hier in de houtgreep. Gaat eruit. Zit u Peter in handen? Peter Snellers, je hebt net getraind met de ploeg. Ik heb de indruk dat de sfeer voortreffelijk is. En de laatste maanden konden we dat niet zijn. Nou Pierre, je hebt het goed gezien vanmiddag. Ik kan niet anders zeggen dan dat ze erg gemotiveerd zijn. Je merkt het aan heel hun doen en laten. Ik vind het op dit moment een fantastische ploeg. Zijn alle problemen uit de wereld nu? Nou, die problemen die er waren, die zijn bijna niet meer merkbaar. En daar bedoel ik eigenlijk mee... We zitten helemaal apart in een hotel en de bestuurder zit in een ander hotel. Dat vind ik toch gunstig op dit moment. Wie zijn eigenlijk de Nederlandse kanshebbers? Nou, we moeten toch denken aan, de gewichtsklassen in 65, 78, 86. Dat is een sterke man, Bert Verhoeven. Peter Adelaar die kan altijd voor verrassingen zorgen. Dus in zijn totaliteit... heb ik niet te klagen met mijn ploeg. Henk Nieuwman, Wilhelm. Henk Nieuwman ben ik vergeten natuurlijk. De beste die staat niet altijd voorop, merk je wel. Henk Nieuwman. Wilhelm is nog groeiende. Ik hoop en verwacht daar toch ook leuke dingen van. De inzetters in ieder geval wel. Henk Nieuwman, bronzen medaille. Denk je dat het weer lukt? Henk Nieuwman, bronzen medaille. Nou, het is natuurlijk zo in het judo, in het wereldjudo. Het hangt van zoveel van het facet af dat het is erg moeilijk om dat vooruit te zeggen. De Japanners zijn hier ook speciaal aan het trainen in een hele aparte dojo. Ik bedoel daarmee niet in de grote sporthal, zoals het Nederlandse team. Er zijn twee teams die zich apart voorbereiden. Je hebt het gezien vanmorgen hier. Hoe is die sfeer en wat denk je daarvan? Voor de Japanners? Ja. Nou, die sfeer die ken ik vanuit Japan. Die is eigenlijk overal hetzelfde. Het is zo mysterieus wat ze uitstralen. Dat is voor mij eigenlijk niet in te schatten. Yamashita, je weet, die doet mee in twee categorieën. Nooit eerder is dat gebeurd. Wim Ruske heeft twee categorieën gewonnen in München. Yamashita moet dat hier in Maastricht gaan waarmaken bij de wereldkampioenschappen aanstaande donderdag. Wat denk je daarvan? Ik denk dat ik kan zeggen dat Yamashita de enige is die ik vooruit... een wereldtitel en zelfs twee toebedeel. Dit is waar het de komende vier dagen allemaal om gaat. Gouden, zilveren en bronzen medailles voor deze gelegenheid speciaal ontworpen en met de hand gemaakt door de Limburgse beeldhouwer Arthur Spronken. Boudewijn en Kim zullen echter nog lang op deze onderscheidingen moeten wachten. Twee berichten. Het eerste betreft roeien. De Nederlandse deelnemers aan de wereldkampioenschappen roeien in München zijn er vandaag niet in geslaagd toe te dringen tot de halve finales. Morgen volgt voor de vier zonder en de twee met stuurman de herkansing. Dan nog een nieuwtje. Muhammad Ali gaat weer boksen. De voormalig wereldkampioen treedt op 2 december aan op de Bahama's tegen de Canadese zwaargewichtkampioen Trevor Burbuck. Ja, en dan wachten we nu op verbinding met Bruno, want het is natuurlijk duidelijk dat na het grote succes van Matej Pronk, Mart Smeets graag wil napraten met hem en Norbert Koch. Dus even geduld alstublieft. Alles komt aan.
10 seconden, jongens. Het was allemaal niet zo goed met het wielrennen in Brno. Totdat de woensdagavond kwam en Mathé Pronk op de baan verscheen. En Mathé, ik moet zeggen, zo eens in de 4 jaar... of nee, wat moet ik zeggen, ieder jaar, maar nu 4 jaar aan een stuk... verschijn je voor onze camera. Dit keer is het weer met zo'n trui aan. Je maakt een goede gewoonte van de koers van vandaag. Heel knap gewonnen, maar was het moeilijk, makkelijk? Nou, het was wel moeilijk. Maar ik heb natuurlijk een hoop steun gehad van andere landgenoten, Minneboom en Slot. En ja, je moet natuurlijk zelf ook goed rijden, maar... Het is een hele lastige baan en we hebben het toch weer kunnen redden. Dus... Dat moet je even uitleggen, want ik denk toch dat voor een normale volger van sport dat vreemd klinkt. Je doet een wereldkampioenschap, je gaat met 3 Nederlanders beginnen. Was er een afspraak van tevoren? Nou, ja, natuurlijk is er een afspraak geweest. Kijk, de startpositie is natuurlijk ook belangrijk. En ik stond toevallig op de 3e plek voor de andere jongens. Dus toen hebben ze voor mij een buffer gevormd en toen heb ik van Kenny profiteren. En toen ben ik naar de koppositie gereden en toen... was het enkel maar de rest in de gaten houden. Ja. Is het normaal binnen het steren dat andere hand- en spandiensten verrichten? Nou, dit is een baan die is verschrikkelijk vlak in de bochten. Dus je hebt gewoon steun nodig in, hier zo. In Amsterdam was het wel niet zo, want toen reden we zo... toen waren we zo sterk, zeg maar. Ja, ik wil niet zeggen dat ik nou niet sterk was, maar... die potlis was ook verschrikkelijk gevaarlijk hier zo natuurlijk. Dus had je toch wel steun nodig van... van iemand. Als die jongens nou voor hun eigen kansen waren gereden, als Minnebo en Slot nou ook voluit waren gegaan, had je dan een totaal andere koers gehad? Was jij dan geen wereldkampioen geworden? Nou, dat was wel veel moeilijker geworden hoor. We starten natuurlijk op de 3e plek en dat is toch wel al zeer gunstig. Er stonden 2 man voor me en die heb ik makkelijk kunnen passeren. Maar dan wordt het toch wel veel moeilijker. Steren doe je trouwens met z'n tweede. Jij hebt je 2e gouden medaille. Norbert Koch. Maar voor iedereen in Nederland zo ongeveer noppie, denk ik wel. Je hebt er nu 9 van die dingen om je nek gehangen gekregen. Hoe belangrijk is een rol van een gangmaker? En wat heb jij vandaag specifiek in deze koers gedaan? Nou, ik heb eigenlijk weinig gedaan. Want ik heb dus eerst even de kat uit de boom gekeken tot hij warm gereden was. Toen ben ik naar de kop gegaan en ik heb het dus achter hem in de gaten gehouden. En ik heb dus gezien dat dus punt 1, dus Bruno met Gabi Minnebo, die hebben dus potles echt, nou ja, even naar huis gereden op Solans gezicht. En toen hebben wij de kans gehad eigenlijk om de spotless in zijn rug te gaan kijken. Nou, en dat is dus het moment eigenlijk dat je wielrenner waar je dus mee rijdt, wat dan nou Mathé dus is, dat die dus dan toch wel de moraal krijgen hoor. Probeer eens uit te drukken in procenten hoe dat zit tussen gangmaker en wielrenner. Hoeveel procent ben jij nu van de overwinning en hoeveel procent is Mathé? Nou, je moet het zo zien. Een goede gangmaker met een slechte renner, dat kan nooit niks worden natuurlijk. Een slechte gangmaker met een goede renner kan ook niks worden, dus je moet allebei goed zijn. Klopt dat, Mathé? Ja, zeker. Want ze zeggen wel dat Eddie Merckx de grootste renner altijd is, maar ik denk wel dat Nop Koch de beste gangmaker altijd is. Hoor. Dat is een mooi compliment voor deze woensdag. Nou, wou ik nog even over dat eerste wat ik straks zei, over die Nederlandse wielrensport hier in Brno met jou praten. Het was tot vanavond niet best. Dat maak jij mee. Dat steren is een vak apart. Maar zit er nou nog toekomst in die baansport in Nederland? Ja, dat is ook moeilijk te zeggen natuurlijk. Ik dacht toch wel dat er... ja, ze moeten natuurlijk... Ik weet niet wat Noppen wat... Nou, het is dus zo. We zijn van de zomer dus begonnen... Je vraagt exact voor de steerij eigenlijk dus. Nee, gewoon voor de baansport. Want die gaat hier gewoon onderuit. Ja, nou ja, kijk, om dus bij de steers te beginnen... is er wel een hele grote vooruitgang. We zijn dus in het voorjaar begonnen met Kees Stam als trainer... met 26 jongens. Dus om eigenlijk te proberen dat daar 1 of 2 of 3 goede uitkomen. En het is inderdaad ook zo. Als je dus Geert Slot nu dus ziet, die is daar ook uitgekomen. Maar over het algemeen doet het pijn, hè, wat hier gebeurt. Ja, nou ja, pijn. Het is natuurlijk zo. Het zijn echt oude rotten in het vak, zeggen ze dan. Maar het is ook wel zo dat het steren leer je natuurlijk niet in 1 jaar. Daar heb je dus echt wel een paar jaar voor nodig om exact aan de top te komen. En met pijn doen bedoel ik dus de prestaties van de Nederlandse ploeg. Ja, dat is natuurlijk dat is heel erg jammer natuurlijk. Ik bedoel, ze missen dus echt iets. En met dit succes besluiten we Studio Sport voor vandaag. Maar morgenavond zijn we weer om 11:55 op Nederland 1. Dan ook weer met de wereldkampioenschappen wielrennen uit Brno en de wereldkampioenschappen judo in Maastricht. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.